Yo mensen, en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is nu februari. We hebben vorige week hebben we al aangegeven dat we wat meer gaan uploaden nu. In januari hebben we namelijk wat minder geüpload. Dat had de reden dat wij heel veel bezig waren met nieuwe video's, een nieuwe serie bedenken, nieuwe content. Dus we hebben echt ontzettend veel gedaan, heel veel ingepland. In deze eerste serie, de eerste aflevering, ga ik het hebben met jullie over vuurwerkhaters. En dan vooral over mensen die op social media tekeer gaan van... Dus we gaan goed even kijken. Allereerst wil ik even mededelen dat je in Delft heb je een hashtag. Dat is hashtag VWLAS015. En daarmee kan je tweeten. En dat komt dan direct bij de politie terecht. En dan kunnen mensen zeuren van ja, ik heb een knal gehoord. Die knal was harder dan een bol. Dat gebeurt dan ook echt serieus. En dan ziet de politie dat en dan kunnen ze eventueel mensen naar die plek sturen. Want je moet ook je locatie erbij sturen. Fucking triest natuurlijk allemaal. Maar ik dacht van, hey, dat is leuk voor een video. Want ik lag me echt kapot. Ik zat gewoon 1 en 2 januari zat ik gewoon door die hashtag gewoon een beetje te kijken wat mensen nu weer aan het zeuren waren. En ik dacht, daar moet ik wat mee doen. Want ik lag helemaal dubbel. Dus we gaan nu even kijken naar de hashtags die ik heb gepakt. Ik heb er een aantal uitgepikt die ik dacht van, what the fuck, die wil ik echt met jullie delen. En ja, we gaan even kijken. De allereerste reactie is van Anne Baas. Die tweet op 31 december om 2:10. Hashtag VWLAS015. Keiharde knallen ten hoogte van het Ganzenhof in Delft. Het klonk als illegaal vuurwerk. Katten zijn helemaal van slag. Oh. Ten eerste Anne, op 31 december om 2:10, vind je het niet heel erg gek dat er vuurwerk wordt afgestoken? Want als jij een beetje richting die tijd gaat, denk je toch, hé, een knalletje is normaal deze tijd. Of ligt het aan mij? Bovendien, de katten zijn helemaal van slag. Ik bedoel, je kan toch gewoon een muziekje aanzetten of een tv aanzetten? Die katten zijn dan toch niet van slag, die horen dat toch niet? Tenzij er in jouw tuin wordt afgestoken, door je man bijvoorbeeld. De volgende reactie is van Lucienne, op 31 december om 7:10. Volgens mij mag je dan al vuurwerk afsteken, toch? Nou, deze Lucienne die zegt... Klokkijken is niet voor iedereen weggelegd. Lak aan de tijden van het vuurwerk afsteken. Hashtag VWLAS015. Deze vrouw is dus niet op de hoogte van de vuurwerkregels en denkt dus dat zij het bij het rechte eind heeft. 7:10 s'avonds op de 31ste. Mag je gewoon afsteken, beste Lucienne. Maurice van Trevel die schreef op 2 januari... Laat maar komen dat vuurwerkverbod. Idioten hier in de wijk zijn er nog steeds aan het afsteken. Op 2 januari hoor je nog soms een knalletje. Op 2 januari, vind je het gek? Op de 30ste hoor je soms wat, 29ste hoor je soms wat. En 2 januari hoor je soms wat. Zo wordt het toch niet afgestoken? Of ben ik nou gek? Het is nu februari en ik hoor helemaal niks meer. Je hoort gewoon af en toe hoor je een knalletje. Dat komt ook met de beperking van de vuurwerkregels. Mensen willen alsnog hun vuurwerk opkrijgen en gaan het dan op latere tijdstippen doen. Heel erg logisch. Dit is dus een tweet waar ik gereageerd op heb. En kijk, eigenlijk moet je gewoon niet reageren. Ik raad het ook iedereen af. Je moet het gewoon niet doen, want je gaat in een discussie met mensen die vinden dat ze bij het rechte eind hebben. Het zijn meestal van die mensen die graag ambtenaartje spelen op social media. Bianca heet ze in dit geval. Die schrijft, hoe triest is dit? Ik heb hier maar één woord voor. Schandalig. RTL Nieuws, die tweet, veel meer zwaar vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Zij wil dus een vuurwerkverbod omdat er meer zwaar vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. Maar ik reageerde heel erg terecht op, helpt dat Bianca? Ik bedoel, wapens en messen zijn ook verboden, maar worden vandaag de dag meer gebruikt dan een condoom. Natuurlijk, ik bedoel, als jij met oud en nieuw vuurwerk gaat verbieden, dan gaan mensen wel met stenen gooien of lopen ze met messen rond. Ik bedoel, dat zijn gewoon ratdraaiers die het gemunt hebben op vandalisme en geweld en niet op... Oh, laat ik eens even met vuurwerk, want dat mag nu gaan gooien. Ik bedoel, als je dat verbiedt, dan los je echt helemaal niks meer op. De volgende is van Dorien Kamperman. Vond ik ook wel een leuke. Zo, mijn hond ook weer blij. 24 uur bibberend onder de tafel, bang voor elk knalletje. Ik ben voor het vuurwerkverbod. Maar ik heb nog gereageerd op deze mevrouw. Ik had geantwoord van... als je een muziekje aanzet of een tv aanzet, dan is die hond helemaal niet bang of je kat. Ik bedoel, ik heb ook dieren en als je gewoon een muziekje opzet, dan zijn ze daarop gefocust en horen ze helemaal niks meer buiten. Waarop Dorian ook nog terugschreef van, dat had ik, maar mijn honden zijn nog steeds bang. Ja. Silvano Noorden, die schrijft op 1 januari, iedereen wil het vuurwerk later van start laten gaan, maar zeuren wel als er tot 2:30 wordt doorgeknald. Hashtag vuurwerkverbod. Dat is namelijk gewoon een positieve reactie. Ik dacht van ja, af en toe moet ik er zo eentje bij zetten. Want er zijn natuurlijk ook tegenstanders van het vuurwerkverbod. En die wil ik ook gewoon eventjes laten merken van hey, goede reactie jongen. En natuurlijk heeft deze jongen gelijk. Eerst was het van 10:00 tot 2:00 s'nachts.
En nu is het van 6 tot 2. Natuurlijk, er zijn heel veel uren waarbij mensen altijd afstaken wat nu niet meer kan. Dus mensen moeten dat, die tijden moeten ze inhalen ergens. En dat gebeurt dan of ervoor of erna. En in dit geval zijn mensen dan aan het zeuren omdat er iets later wordt doorgeknald. Ja, dat is dan de consequentie. Willem Salakori die tweet op 31 december. Hashtag vuurwerkverbod. Ik pleit voor een landelijk vuurwerkverbod. Het ambulancepersoneel draait voor overuren vannacht. Hier hebben we het er net al over gehad. Een vuurwerkverbod omdat het ambulancepersoneel overuren draait. What the fuck? Als jij een vuurwerkverbod invoert, dan gaan mensen toch ook... Dan komen er toch hetzelfde problemen. Ik bedoel, hoeveel mensen gaan wel niet vechten op oud en nieuw? Of raken gewond door geweld of dronken mensen? Je hebt het overal. En dan gaat deze meneer, die geeft het vuurwerk weer de schuld. Zo van, ja, als je dat verbiedt, dan zit er ambulancepersoneel, zit het oud en nieuw lekker. Tuurlijk niet. What the fuck? Bruno Brecht, die schreef, weer een positieve, mogen de champagnekurken nog knallen? En dat vind ik echt een terechte reactie. Ik bedoel, waar gaan we heen met dit land? Ik bedoel, een hashtag omdat je knallen hoort. Of mensen die op social media hun beklaagd doen van, ik wil knallen, fuck mensen met vuur, tokkie. Nou, ik zeg heel eerlijk, ik vind dit soort mensen vind ik eigenlijk meer tokkies dan dat wij benoemd worden. Wij houden van vuurwerk. Zijn we dan gelijk tokkies? Of houden we gewoon van, hebben we gewoon een hobby die gewoon, onze hobby mag maar 6 uurtjes per jaar worden uitgevoerd. En dan noemen ze ons tokkies. Ja, over een tijdje zal het waarschijnlijk zijn dat je geen eens meer scheep mag laten dat de politie al voor je deur staat. Want ja, hè, er zijn weer mensen die daar problemen van maken. Dus ja, dit is gewoon een terechte reactie. We gaan helemaal naar één groot zeikende maatschappij. Waarbij mensen alleen maar lopen te zeiken op iedereen van en ik hoor dat, en ik hoor dat, en ik hoor dat, maar dit en dat. Simon Friso, die tweet, het vuurwerk hier in de buurt leek wel een bom. Wanneer stopt die waanzin? Geldverspillerij. Dat zijn 2 punten in 1 video. Hij zegt dat het vuurwerk wat bij hem in de buurt werd afgestoken wel een bom leek. Nou, sorry hoor Friso, maar ik weet niet of jij ooit een bom hebt gehoord. Maar een bom, vuurwerk zijn geen bommen. Bovendien, geldverspillerij. Hij maakt uit dat vuurwerk geldverspillerij is. En wat als de beste Simon elke dag een paar sigaretjes opsteekt per dag? Is dat dan geen geldverspillerij? Of dat de beste Simon elke dag bijvoorbeeld wat een glaasje wijn drinkt? Is dat niet geldverspillerij? Ik bedoel, van hij maakt hier uit dat het geldverspillerij is. RHZ die vraagt, of die tweet, vuurwerk is slecht voor de ogen, dus verbieden. Roken slecht voor de longen, maar toch overal te koop het hele jaar door. En daar heeft hij echt een punt. Ik bedoel van, roken is sowieso bij voormaat al slecht, hoe je het ook gebruikt. Terwijl vuurwerk, dat is helemaal niet slecht, mits je het gewoon volgens de gebruiksaanwijzing afsteekt. Maar vuurwerk moet nu wel verboden worden, want het is slecht voor de ogen. Terwijl als je rookt, dan heb je bijna altijd kans op kanker, toch? Dit was alweer de eerste aflevering van deze nieuwe serie. Laat even weten wat je van deze serie vond, of er een tweede aflevering moet komen. Wil jij dat er een tweede aflevering komt? Laat het weten in de reacties. Geef dan ook even een like, want dan zie ik van, yo, ga door met deze serie, ik vind het leuk. Dus dan ga ik ook gewoon door. Ik heb nog veel meer reacties die ik allemaal heb opgeslagen en die nog veel grappiger zijn. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie weer bij de volgende video.